Hi jongens en meisjes, het dictee van vandaag. We doen vandaag 5 woorden. En denk er even aan weer dat je ze goed in klankgroepen verdeelt voordat je gaat schrijven. Sommige kinderen vergeten dat iedere keer als we op school zijn. En thuis zal je dat ook wel eens vergeten. Denk eraan, goed in klankgroepen verdelen. Dan ga je eigenlijk schrijven. En het eerste woord dat je gaat schrijven is het woninkje. Het woninkje. Schrijf maar op. Het woninkje. Het, dat kennen we wel. Wo, klankgroep. Ik hoor een lange klank achteraan. Neem ik een stukje van de O weg. Nink. Hoor een nk. Dat is een plankwoord. Daar mag geen g tussen. Je. Het is een verkleinwoord. Woninkje. Tweede woord. De T. Schrijf maar op. De T. De T. De T. Nou, logisch. Je hoort het al. T is een T-woord. Je hoort een T, maar je schrijft een T en een H. Denk daar even goed aan. Derde woord. Wij feliciteren. Schrijf maar op. Wij feliciteren. Wij, denk even aan die lange ei, hè? Als je het over iemand hebt, hij, wij, zij. Als het iemand is, schrijf je die lange ei. Feliciteren. V is de eerste klankgroep. Ik hoor een E achteraan. Dat is een lange klank, haal ik een stukje van de E weg. Li, kilo woord. Ik hoor een I, maar ik schrijf een I. Si, cent woord. Dus ik hoor een S, maar ik schrijf een C. En kilo woord. Ik hoor een I, maar ik schrijf een I. Teren, teren, e, is van eer. Dat is een lange klank. Dus je moet een stukje weghalen. Run, feliciteer, run. Vooral dat stukje van eren, hè, dat is moeilijk. Ik zal hem even kleuren, dat je daar echt even goed aan moet denken. Feliciteren, beren, peren, dat soort woorden. Denk daar even aan. Gaan we naar het volgende woord. Het volgende woord is de manchetknoop. De manchetknoop. Schrijf maar op. De manchetknoop is een samenstelling. Het eerste woord is manchet. Man, gewoon zoals je het schrijft. Ik hoor een medeklinker achteraan. Man. Chet is een chefwoord. Dus ik hoor sh, maar ik schrijf een ch. Het is een langer maakwoord. Manchetten. Dus je schrijft een t achteraan. Knoop is het tweede woord. Dat is een hakwoord. Dus ik schrijf het woord zoals ik het hoor. De manchetknoop. Het laatste woord van vandaag is tevreden. Tevreden. Tevreden is net als een voorvoegsel. Ik hoor te. Ik hoor een e, maar ik schrijf een e. Vree, hele lange klanken aan het einde van de klankgroep. Neem ik een stukje van de e weg. Tevreden. Denk nog even aan je stomme e. Tevreden. Dit was het dictee van vandaag. Ik hoop dat het goed gegaan is. Ja, kijk altijd nog even goed na of het goed gelukt is. En dan zie ik je de volgende keer weer.